Het wordt een toneelstukje. Kent u die uitdrukking? Het wordt een toneelstukje. Koningin Beatrix zei het gisteren toen iemand vertelde dat de openbare eedaflegging die net gebeurd was, dat die over moest omdat de NOS, de publieke omroep, bij de eerste eedaflegging nog in een reclameblok zat. Ja, de publieke omroep die zat in een reclameblok. En koningin Beatrix die had voorkomen gelijk toen ze klaar was en ze zei, ja, maar dan wordt het toch een toneelstukje als ik het nog een keer moet doen. En ze had het ook niet over moeten doen. Ja, maar ze begon eerder. Mekkeren de NOS. Ja, maar daar is toch ook een vooruitstrevende koningin voor. Eerder beginnen. En journalistiek en techniek, die horen alert te zijn. En er niet achteraan te hobbelen. Een sterfscène, die kan je ook niet overdoen. Dan kunt u opnieuw doodgaan, want u stierf net in een reclameblok. Gisteren werd er in het paleis een belachelijk toneelstukje opgevoerd. En wat erger is, je zag de totale minachting van de NOS voor Beatrix. En het had ook anders gekund. RTL 4 die was wel alert en stond wel de echte eedaflegging uit. De NOS had makkelijk die opnames kunnen herhalen. En nu zond de NOS inderdaad een toneelstukje uit en zette daarmee Beatrix volkomen voor schut. Journalistieke arrogantie van het ergste soort. Hoe diep is een land gezonken als blijkt dat een omroep meer macht heeft dan een vooruitstrevend staatshoofd? Belachelijk. Ik wens u een fijne voortzetting en aangenaam etensmaal met spek.